In 1948 werd de strandlijn bij Oostvoorne door de duinen verlengd naar de plek waar toen het strandvertier plaatsvond. Het is leuk om te zien hoe heel wat kinderen gefascineerd naar het omlopen van de locomotief kijken. Emmertjes en schepjes kunnen nog wel even wachten. Vast tramliefhebbers in spe. Na het vertrek passeren we een herinnering uit de oorlog. De samenstelling van de tram is nu wel heel interessant geworden. Achterop lopen rijtuigen die van de NBM zijn overgenomen. Ze zijn niet zo geriefelijk, reden waarom ze eigenlijk alleen nog maar voor de kindertrams gebruikt worden. Voor de liefhebber een buitenkansje, zo'n kindertram. Stoom, lang en NBM'ers, wat wil je nog meer? Nou, daar zit u dan, in het Sperwerstel, op weg van Spijkenisse naar Hellevoetsluis. Een geriefelijk ritje voor de wagenvoerder. Rijden, remmen en toeteren. Veel toeteren, want er komen steeds meer automobilisten. De halte biert. Als iemand mee wil, moet hij dat wel laten merken. Hoe? Nou, gewoon door met een zakdoek te zwaaien en als het donker is met een brandende krant. In de nadagen van de tram wordt er, ten gerieve van de reiziger, een lantaarn geplaatst. Misschien een beetje laat, maar toch. In Zuidland kruisen we met de tram uit Hellevoetsluis. Moeder en kind hebben een heerlijk ritje gehad. Ze huppelen naar huis.
Zoals het programma begon, eindigt het ook. Een ritje naar Oostvoorne. Als rechtgeaarde RTM-liefhebber volgen we geboeid alle handelingen van de wagenvoerder op zijn dieselmechanische motorwagen 1803, genaamd Kluut. Als we Roon zijn gepasseerd, komen we in station Portugal. Hier vertrekt de reiger met twee interessante rijtuigen. Ze zijn in 1962 overgenomen van de Belgische Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, de NMVB. Een mond vol, vandaar dat de Vlamingen het altijd hadden over de boerentram. Wat je al niet met een paar sigaren kan doen. Je geeft de wagenvoerders van de trams naar Oostvoorne en Hellevoetsluis er elk twee. En je hebt een gelijktijdig vertrek uit Spijkenisse. Laat dat maar over aan meester filmer van Engelen. De brug over het Voerense kanaal levert nog een mooie opname van de Belgische rijtuigen op. Op naar het onvermijdelijke einde van de rit
en van deze film. Het strand van Oostvoorne.